Nou, hartelijk welkom bij de webinar over Namibië. Deze webinar die duurt ongeveer 30 minuten. En u kunt eventuele vragen kunt u stellen via de Q&A-button. Die ziet u als het goed is onderaan uw scherm. En mijn collega Karin Zandstra die zal die vragen verzamelen. En aan het eind van de webinar zullen we deze met u doornemen. Nou, ik zal me eventjes voorstellen. Ik ben Serafine de Smit en ik ben inmiddels zo'n 14 jaar werkzaam in de reiswereld. Ik begon met de bestemming Australië en Nieuw-Zeeland en gedurende de jaren kwamen daar meer bestemmingen bij. Inmiddels adviseer ik ook in reizen naar Tanzania, naar Canada, Marokko en Namibië. Namibië is wel een van mijn favorieten. En zoals u hier op de foto ziet, dit is een foto gemaakt in Damaraland in Namibië. En hier werd ik met een gids door het land gebracht en rond begeleid. Een heel prettige manier van reizen. Ik ben nu inmiddels dus een aantal keren in Namibië geweest. Ik moest heel erg wennen tijdens mijn eerste reis aan het landschap. Het is heel uniek. Eigenlijk zie je dit nergens anders ter wereld. Het is een droog landschap, er is weinig water, weinig groen, maar dat maakt het wel heel bijzonder. De kleuren zijn fantastisch, vaak een helderblauwe lucht, roodgekleurde aarde, enorm hoge zandduinen waar je overheen kunt wandelen. Echt een geweldige ervaring. Het is echt een reis die je maakt door een soort van no man's land, vind ik het altijd. Maar ja, in No Man's Land zijn wel hele mooie lodges en mooie safari-kampen waar je heerlijk een aantal dagen kunt verblijven en waar het super comfortabel is. En wat ik ook wel heel bijzonder vond om mee te maken is dat het niet zo hectisch is als in bijvoorbeeld andere Afrikaanse landen. Als je bijvoorbeeld naar Tanzania gaat en in Arusha komt of in Dar es Salaam, dan zie je daar echt die Afrikaanse hectiek. Iedereen fietst en loopt door elkaar heen met grote tassen en kippen achterop. En hier is het allemaal heel rustig, supergoed georganiseerd. De wegen zijn goed, het is een mooi netwerk wat ze hebben aangelegd. En zo zie je wel dat de invloeden vanuit de kolonisatie enorm zijn doorgevoerd hier. Vroeger behoorde Namibië tot Duitsland. Wat Namibië bezoek je vooral voor het landschap en minder voor het wild. Ga je voor een safari, dan is Namibië niet echt de juiste bestemming. Het is echt een gebied waar je, of een land waar je naartoe gaat voor het landschap en de cultuur te ervaren. Toch heb ik wel wild gezien toen ik in Namibië was. Bijvoorbeeld de woestijnolifant, heel bijzonder, en de neushoorn. En dat voelde echt als een cadeautje toen ik ze zag. Ik ga nu even mijn camera uitzetten en dan neem ik u door. Door Namibië en aan het eind van de presentatie zal ik de camera weer aanzetten. Ja, onder de luisteraars zijn ook een aantal die nog niet eerder met Talisman hebben gereisd. Daarom wil ik graag even vertellen wat we doen. Hier ziet u de homepage van Talisman, onze website. Er staan een aantal mooie voorbeeldreizen ook op die u een voorbeeld kunnen geven hoe je door Namibië reist. Talisman is al meer dan 25 jaar een maatwerkspecialist in luxe en bijzondere reizen, naar vooral verre bestemmingen. Met Talisman zijn we best wel selectief in het kiezen van wat we aanbieden. We reizen zelf ook veel naar alle bestemmingen om weer up-to-date te zijn, de accommodaties te checken en excursies te testen. En dan zijn we er zeker van dat we dit kunnen aanbieden en dat het ook echt aan die hoge eisen voldoet. We vinden het ontzettend leuk en belangrijk dat we samen met u een reis samenstellen die helemaal aan uw wensen voldoet. En waarbij we echt het optimale uit de reis kunnen halen. Nou, hier ziet u de kaart van Namibië. Hartelijk welkom in dit mooie land. Hoe kom je er? Nou ja, tegenwoordig helaas vliegt KLM niet meer rechtstreeks op Windhoek. Vanwege de coronacrisis. We verwachten wel weer dat ze dat gaan doen zodra het weer aantrekt. Maar een goed alternatief is om met Air Namibië naar Windhoek te vliegen. De route is dat je vanuit Amsterdam naar Frankfurt vliegt en vervolgens vanuit Frankfurt naar Windhoek. Je bent dan ongeveer 13 uur onderweg.
Namibië, ja, dit grenst aan de landen Angola in het noorden en Botswana, aan Zambia, aan Zimbabwe en in het zuiden aan Zuid-Afrika. Het is een enorm groot land. Je kunt het vergelijken met ongeveer Frankrijk en Duitsland samen. Ja, bij het samenstellen van een reis vind ik het dan ook erg belangrijk om te letten op de reisafstanden. Deze zijn best wel groot. Je bent soms best lang onderweg. Je zit gemiddeld zo'n 4 tot soms wel 6 uur per dag in de auto als je met een auto gaat rijden. Er zijn natuurlijk ook alternatieven die ik straks met u doorneem. Er wonen ongeveer 2,5 miljoen inwoners in Namibië. Het is dan ook het dun bevolkste land in Afrika. Qua reistijd, de beste periode om te gaan, dat is ongeveer van half april tot half december. Nou, de meest ideale maanden zijn wel september en oktober, wanneer de dieren veel bij de drinkplaatsen te vinden zijn. En dan zijn de temperaturen ook vaak het aangenaamst. Ik was zelf een keer in december en ik vond het heerlijk. Het was 40 graden, ik hou er wel van. Maar ja, voor sommige mensen is dat echt gewoon niet prettig. En dan raad ik dus niet aan om in december of januari te gaan reizen, maar te kiezen voor september of oktober. Er is geen tijdsverschil in vergelijking met Nederland. Je hebt ook geen visum nodig. En qua taal die ze spreken, dus best wel veel. Engels bijvoorbeeld, wordt overal gesproken. Ook Duits. Zuid-Afrikaans. En ook de eigen talen, zoals bijvoorbeeld de kliktaal. En dat is heel erg leuk om te horen en te proberen. Ook belangrijk om te weten is natuurlijk hoe staan ze er nu in met de coronasituatie. Wat zijn de maatregelen? Ja, het goede nieuws voor Namibië is dat mensen niet meer in een lockdown zitten. Er zijn ook weinig gevallen geweest, gelukkig. Maar tot op heden is het nog niet mogelijk voor ons om naar Namibië te reizen. En we houden dit goed in de gaten. Ik hoop dat het weer in het najaar of misschien onze winter weer mogelijk is. Nou, bij aankomst in Namibië is het heel leuk, want dan staat er iemand op je te wachten. Een vertegenwoordiger van onze partner Wildernis Safaris. En die neemt je dan mee naar deze lounge, de welkomstlounge. En hij vertelt je dan meer over uw reis, de inhoud. Krijgt alle informatie en vervolgens wordt je door hem begeleid naar uw volgende vliegtuig. Of naar uw huurauto. Of naar uw privéchauffeur die u vervolgens meeneemt voor een rondreis door Namibië. Dan vertel ik graag wat meer over hoe je door Namibië het beste, of tenminste, hoe je door Namibië kunt gaan reizen. Er zijn vele mogelijkheden. Linksbovenin ziet u een foto van een huurauto, zo'n goede 4x4. Hier ben ik zelf met een collega, Martine, door Namibië mee gereisd. Een hele leuke manier om mee zo te reizen. Ik vond het ook wel stoer, 2 vrouwen op pad. We voelden ons eigenlijk overal heel veilig. We werden goed geholpen, ook bijvoorbeeld als je de banden wat leeg moet laten lopen, omdat je over een onverharde weg gaat rijden. Kun je gewoon bij het tankstation even vragen of ze helpen. Banden verwisselen, hebben gelukkig niet hoeven te doen. Maar dat kan natuurlijk wel het geval zijn dat je een keer een lekker band krijgt. Daarom is het belangrijk om bij de autoverhuurder van tevoren even goed te vragen hoe dat werkt. Als je daar nog niet eerder mee te maken hebt gehad. Een hele andere manier om te reizen is natuurlijk met een vliegtuigje door Namibië. Een wat snellere manier. Het is een heel uitgebreid vliegnetwerk, dus je kunt overal wel komen. Wel belangrijk om te weten is dat je dan een zachte tas moet meenemen en dat de bagageruimte beperkt is. Ook moet je wel tegen het vliegen kunnen in zo'n klein toestelletje. Ik heb er zelf soms wel eens last van, dus dan zit ik liever in de auto. Nou, wat eigenlijk mijn favoriete manier van reizen is, is om met een gids door Namibië te reizen. Dat is echt heel comfortabel. Onderweg is hij je gids. Hij vertelt alles over Namibië. Je hoeft nergens op te letten. Alle informatie wordt je aangedragen. Hij let ook op de tijd. Dus je hebt geen stress van zo laat moet ik vertrekken. Daar, zo lang doe ik erover. De gids die weet ook van de gebaande paden af te gaan. Dat is ook heel leuk. Je komt dan op wegen waar de andere toeristen niet komen. Dus eigenlijk is dat wel een aanrader om op die manier door Namibië te gaan. Ja, en dan nog een heel mooi ander alternatief is natuurlijk om per trein door Namibië te reizen. Daar denk je niet zo snel aan. Maar vanuit Pretoria in Zuid-Afrika gaat de Rovers Rail richting Windhoek.
Daar doe je ongeveer 9 dagen over. En onderweg maak je allerlei stops en kun je ook excursies ondernemen. En 's nachts overnacht je dan in een comfortabel bed in de trein. Nou, hier ziet u nogmaals de kaart van Namibië. Ik neem u nu mee vanuit Windhoek naar het zuiden, naar Namibrand en de Sossusvlei, zoals ik hier aanwijs op de kaart. De afstand, als je die met de auto rijdt, is ongeveer 6 uur. Ja, dat is prima te doen. Gewoon de tijd nemen en vervolgens hier een dag of 3 verblijven. Alternatief is om met een vliegtuigje te gaan, dat kan ook. Dan doe je er ongeveer 1 uur over. De Sossusvlei vind ik zelf wel een van de hoogtepunten van Namibië. Hier vind je echt de rode zandduinen, zoals je hier op de foto ziet. De hoogste ter wereld, waar je op kunt klimmen, af kunt springen, maar ook gewoon vanaf de bodem naar kunt kijken. En in de Sossusvlei zijn een aantal hele mooie accommodaties, zoals je hier op de foto ziet, Litte Kulala. Litte Kulala behoort tot de organisatie waar we mee samenwerken, Wildernis. En ze hebben ongeveer 11 tenten. En alle tenten hebben een eigen plungepool en een prachtig dakterras. Hier ziet u de inrichting van de tent. Je kunt het eigenlijk geen tent meer noemen. Het is een soort huisje. Maar je ziet hier aan het dak. Het is zo'n rieten dak. Het doet echt wel aan als een soort tent. En je hebt een prachtig uitzicht op de woestijn. Hier ziet u de plungepool. Nou, deze foto laat zien hoe het dakterras eruit ziet. Als je wil kun je hier dus 's nachts gaan overnachten. Er wordt dan een bed voor je opgemaakt. En dan kun je genieten van de vaak helderblauwe sterrenhemel. Echt een prachtig zicht. Nou, vanuit Litte Kulala kun je allerlei activiteiten ondernemen. Zo ziet u hier op de foto de deadfly. Alle activiteiten zijn inbegrepen bij uw verblijf. De deadfly is een kleivlakte bij de Sossusvlei. En het mooie is dat die wordt omgeven door die rode zandduinen. Dat geeft een heel mooi kleurenpalet. En dan met die helderblauwe lucht op de achtergrond geeft het ook prachtige plaatjes. Nou, andere leuke activiteiten zijn bijvoorbeeld met een quadbike te gaan rijden, excursie te maken vanuit Litte Kulala. Of met een gids op pad te gaan die u meer vertelt over de sporen die je ziet in de woestijn van de kleine woestijndiertjes. Hij vertelt ook iets over de cultuur van de mensen die hier wonen. En zoals je hier onderaan op de foto ziet, ziet u mijn collega Martine die de grote klim heeft gemaakt op een van de zandduinen. Ze heeft de top bereikt, kostte wel wat moeite, maar het was absoluut de moeite waard. Je hebt een prachtig uitzicht vanuit deze zandduinen op de Sossusvlei. Wel belangrijk is dat je het gewoon 's ochtends vroeg doet of eind van de middag vanwege de warmte. Ook wel om een idee te geven van hoe hoog die duinen zijn. Is ongeveer 300 tot 400 meter hoog. Dat is best enorm. Ja, nog meer leuke activiteit is met een ballon natuurlijk over de Sossusvlei heen te varen. Of met een helikopter. Onderin ziet u foto van ook Martine. Die wandelt hier door de Sesserim Kloof. Dat is een van de kloven die vlakbij de Sossusvlei ligt. Het is ook een bijzonder uitstapje om te maken. Maar je kunt ook gewoon niks gaan doen en genieten bij het zwembad, een verfrissende duik te nemen en gewoon even te relaxen. En zoals ik al zei, genoeg te doen, dus blijf hier zeker wel 3 nachten. Dan neem ik u nu mee vanuit de Sossusvlei richting Damaraland. Onderweg ziet u op de kaart Zwakopmund. Zwakopmund sla ik nu eventjes over in deze presentatie, maar het is wel leuk om daar, als je met de auto reist bijvoorbeeld, een stop te maken en te overnachten. Je bent dan even aan zee, je kunt genieten van de heerlijke koele lucht, het kan soms wel 20 graden schelen met de Sossusvlei. En dan heb je even het water om je heen, wat meer mensen, wat leven in de brouwerij. Maar nu vliegen we even door naar de Damaraland. Als je dit dus vliegt, doe je ongeveer 1,5 uur over. Ga je het rijden, ben je zo hier 5 tot 6 uur onderweg en hier ongeveer 4 uur onderweg. Eenmaal aangekomen in Damaraland hebben we ook weer een hele mooie accommodatie waar je kunt verblijven. Dit is het Damaraland Camp.
Alle tenten staan hier op palen en ze hebben ook nog een zwembad. Dat is ook weer een hele fijne plek om te verblijven. Ze hebben ongeveer 10 tenten. Allemaal een vrij uitzicht op de vallei. Hier de inrichting van de tent, ook weer keurig ingericht. Eigen faciliteit uiteraard, douche en toilet. En een veranda waar je op kunt genieten van het uitzicht. Nou, de excursies die je hier kunt maken in de Mareland zijn heel bijzonder. Zo ziet u op deze foto de olifanten die hier voorkomen, de woestijnolifanten. Dus tijdens een nature drive, zoals ze het hier noemen. Het is geen safari, maar een nature drive. Omdat het vooral gericht is op de natuur in plaats van de dieren. Dat is een van de activiteiten die je kunt doen. Ze hebben ook het kamp, de Mareland Camp, heeft een hele nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap. En samen met hun proberen ze echt wel de dieren in dit gebied goed te beschermen. En de kans is heel groot dat je de woestijnolifanten gaat zien. Ook neushoorns komen voor in dit gebied, maar ze zijn zeldzaam. Ja, een ander wild wat je kunt gaan zien is de gemsbok en de kudu, de springbok, de zebra's en ook de giraffen. De leeuwen komen hier zelfs ook voor, maar zijn ook net als de neushoorn heel zeldzaam. De cheetahs en de hyena, ook een kans om die te zien. Maar wat ik al zei, geniet ook vooral van het landschap, want het is een prachtig gebied. Nou, op deze foto ziet u rechtsbovenin rotstekeningen. Die zijn echt heel lang geleden gemaakt. Het zijn bijzondere tekeningen om te zien, omdat er een verhaal verteld wordt. En de gids die zal u tijdens deze excursie er alles over vertellen. Die rotstekeningen staan tegenwoordig ook op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Nou, links onderaan ziet u een foto van heel bijzondere rotsformaties. Dat zijn de organ pipes, oftewel de pijpen van een orgel. Ook echt door de natuur ontstaan, heel bijzonder om te zien. Maar je kunt ook kiezen voor een uitstapje naar een lokale gemeenschap. Vlakbij de Mareland Camp is een kleine nederzetting die je met de gids kunt gaan bezoeken. En dan gaan we door naar een andere locatie in de Mareland. Dat is Desert Rhino Camp. Heel bijzonder. Wil je echt heel graag neushoorns gaan zien? Dan raad ik aan om hier naartoe te gaan. Het is enkel bereikbaar per vliegtuigje dit kamp. En zo kom je dan aan. Dus een klein toestel en je landt op een onverharde airstrip. En dan word je opgehaald en in ongeveer 10 minuten naar het kamp gebracht. Nou, hier ziet u een van de tenten van Desert Rhino Camp. Ook weer heel comfortabel. Dit is echt zo'n safari tent zoals je verwacht in Afrika. Ze hebben ook een klein zwembadje bij het kamp. Dus dat geeft ook alweer wat verkoeling. Het is kleinschalig, er zijn maar 8 safari tenten in Desert Rhino Camp. Hier ziet u de binnenkant van de tent. En dan neem ik u nu mee naar de excursie die je gaat doen vanuit Desert Rhino Camp. Deze excursies zijn dus echt gericht op het zien van de neushoorns. Het is een project wat u sponsort hiermee. Dat heet Save the Rhino Trust. U gaat met een ranger op pad. Als soort patrouille om de neushoorns te gaan zoeken en te spotten. En vervolgens gaat u uit het voertuig en kunt u vrij dichtbij de neushoorns komen. De gids die vertelt u dan alles over de kenmerken van die neushoorn die u dan ziet. Ziet laat u een boekje zien en u kunt mee observeren. Vervolgens wordt alles gerapporteerd naar de organisatie. En worden alle neushoorns die gezien worden in kaart gebracht. En hiermee bescherm je echt de neushoorns tegen de stroperij. Echt een hele bijzondere activiteit om te doen. Wel belangrijk om te weten is dat het soms wel echt uren kan duren voordat je de eerste neushoorn ziet. Want soms zijn ze best wel ver weg. Belangrijk is om te weten dat je maar 1 neushoorn per patrouille mag gaan observeren. Om niet al te veel de natuur te verstoren. Ja, mooi meegenomen is natuurlijk als je onderweg bent om deze olifanten tegen te komen.
zo kwamen wij een hele groep olifanten tegen die daar op zoek waren naar voedsel. En dat maakt het helemaal compleet de dag. Dan neem ik u nu mee naar de volgende locatie. Wat minder bekend is Hoaniep. Dat ligt in de buurt van Damara Land. En dit gebied is ook alleen bereikbaar per vliegtuigje. De weg er naartoe, maar er is eigenlijk geen weg. Alleen echt een local zal deze route kennen. Daarom is het voor ons als reiziger niet mogelijk om hier te komen met een auto. En vliegt u daar gewoon op aan. Nou, in Hoaniep is een heel mooi kamp. Hoaniep Skeleton Coast Camp. Prachtig modern. Het is vrij nieuw. Een heerlijke plek om te verblijven. Het is een gebied met veel droge rivierbeddingen. Er zijn wel wat waterbronnetjes. En dat zie je ook aan de vegetatie. Het is wat groener ook. En de olifanten die lopen allemaal door die droge rivierbeddingen. En zijn dan op zoek naar voedsel en water. Ook is hier een project opgezet om de leeuwen te beschermen. En zo kunt u dus een documentatiecentrum in het kamp bezoeken, waar u meer te weten komt over de leeuw. Er zijn een aantal leeuwen die hier nog leven. Heel klein aantal. Het zou echt fantastisch zijn als u die gaat zien. Maar ja, dat is toch wel heel bijzonder om te ervaren. Ja, kijk, het uitzicht is natuurlijk prachtig zoals je hier ziet op de foto. Op de achtergrond de tent waar u verblijft en dan op de voorgrond een kudde olifanten. En u ziet ook aan het landschap, het is droog, verlaten. Ja, dat maakt het toch wel heel uniek, vond ik zelf. Er zijn 10 tenten in dit kamp en ze hebben ook een zwembad. Hier de inrichting van de tent, heel ruim, echt bijzonder ruim. Een van de ruimste tenten die ik heb gezien in Namibië. En ook een grote veranda waar je kunt genieten van het uitzicht. En dan ga je natuurlijk op excursie. Ook weer een nature drive zoals ze die noemen. Je reist dan langs en door de droge rivierbedding. Mooi als u olifanten gaat tegenkomen daar. Die struinen door die rivierbedding op zoek naar voedsel. En natuurlijk wordt deze safari of nature drive afgesloten met een heerlijk drankje tijdens zonsondergang. Nou, onlangs heb ik gehoord dat ze deze leeuw zijn tegengekomen. Onze gids van wildernis die vertelde dat ze een moederleeuw hebben gezien pas geleden met een aantal jongen. Dat is fantastisch. En deze hyena's, die komen er ook voor. Die gaan vooral naar de kust. Die trekken dan door de droge rivierbedding richting de kustlijn, de Skeleton Coast. Om daar aangespoelde dode jonge zeehondjes op te zoeken. Miljoenen zeehonden hier langs de kust, zoals u hier ziet op de foto. Die spelen hier in het water. En het leuke is, als je dus in Hoaniep Skeleton Coast Camp verblijft, voor 3 nachten, dan zit deze excursie inbegrepen. Dat is een dagtocht. Je rijdt dan helemaal door de droge rivierbedding richting de kust. En dan kun je even de zee zien, de Atlantische Oceaan. Heerlijke frisse lucht. Scheepsbrakken die hier allemaal liggen verspreid over het strand en de zeehonden. Uiteindelijk vlieg je dan weer terug naar het kamp. Dus 2 manieren van reizen op deze dag. En dan neem ik u nu mee vanuit Damara Land naar Serra Kafema. Ook een wat minder bekend gebied, helemaal in het noorden van Namibië, aan de grens met Angola. Het is ongeveer 1 uur vliegen vanuit Damara Land naar Serra Kafema. En dan kom je aan in dit landschap. Ik was hier echt eventjes stil van. Hoe bijzonder is dit? Echt een soort maanlandschap. Er woont bijna niemand. Weinig wild ook. Zo verlaten. Dat gaf me eigenlijk wel kippenvel. Hoe bijzonder is dit? Ook wel groene graspollen. Tenminste groen. Ze zijn hier wat geel, maar ga je in de regenperiode, is het natuurlijk wat groener. Maar echt zo uitgestrekt landschap. Ik vond het heel bijzonder. En dan kom je hier aan, bij een rivier. De Kunene River. Samen met de Oranje Rivier in het zuiden van Namibië zijn dit de enige 2 rivieren in Namibië die stromend water hebben. Oftewel, die met water gevuld zijn. En daar ligt het kamp, Serra Kafema, zoals je hier op de foto ziet. Echt een heel mooi kamp aan de rivier.
En aan de overkant ligt dan Angola. Hier is de inrichting van de tent. Heel modern. Is ongeveer 2 jaar geleden helemaal gerenoveerd. Allemaal ruim terras, veranda met uitzicht op de rivier. Een hele mooie plek om te zitten. Er zijn 8 chalets, zoals ze hier noemen. Het is een heel kleinschalig kamp. Nou, wat ga je hier doen? Ja, genieten van het uitzicht op de rivier. Je kunt met een boot het water op. Boeken lezen, tot rust komen. Alle indrukken van de reis in je opnemen. En de reis op een prachtige manier afsluiten. Hier de lounge. En waar het ook heel erg om draait is als je in Serra Cafema verblijft, is om toch wel iets meer te leren over de Himba's. Die komen hier nog veel voor. Een aantal stammen zijn hier die je kunt bezoeken. Ik heb er zelf toen ook eentje bezocht vanuit het kamp. Die zaten ongeveer op een half uurtje rijden vanaf Serra Cafema. Echt een nederzetting in de woestijn. Allemaal van die hutjes. Families bij elkaar. Ze maken allerlei mooie sieraden. Ja, en die verkopen ze natuurlijk ook graag aan u. Het is heel bijzonder hoe ze die spullen allemaal hebben verzameld. Ze werken door middel van handel met andere nederzettingen. Dus het is een nomade volk, dus ze trekken heel veel rond. En zo kun je tijdens de excursie echt ervaren en meer leren over de Himba's. Wat een bijzondere ervaring. Wat actiever is om met een quadbike erop uit te trekken. Stoere activiteit om door de zandduinen te rijden. Echt een leuke ervaring om te doen. Ik ben zelf gaan wandelen met de gids langs de rivier en door de zandduinen. Dat is ook heel leuk. En vanaf een bepaald punt had je dan een prachtig uitzicht op de rivier. En dan kun je ook de krokodillen zien liggen. Die liggen dan te zonnebaden op een van de rotsformaties in de rivier. Dat is ook wel heel leuk om te zien. S'avonds, eind van de middag ongeveer, wordt er een boottocht gemaakt. En dat is natuurlijk de sundowner activiteit. Dan krijg je een hapje, een drankje aan boord. Of de boot gaat even legt aan op een zandbank. En dan kun je genieten van de zonsondergang met het uitzicht op de rivier. Ook een heel mooie ervaring. En wat zo afgelegen ligt, adviseer ik om hier wel ongeveer 3 nachten te verblijven. Het is een lange reis er naartoe. En ook vanuit Serra Cafema om dan te vliegen naar Windhoek is best een eind. Dus blijf hier ongeveer 3 nachten en doe dat dan aan het eind van de reis. Het is echt dan een hoogtepunt. Zo bouw je de reis ook weer mooi op. En dan ben ik weer terug bij u met de camera op de video. We zijn aan het eind gekomen van de presentatie over Namibië. Ik heb u verteld over de hoogtepunten en een aantal minder bekende gebieden. Misschien denkt u nog, Etosha, daar heb ik nog niks over gehoord. Ja, dat is ook een heel mooi gebied. En daar kun je mooie safaris maken. Het is wel erg toeristisch. Daarom heb ik het eventjes niet benoemd verder in de presentatie en beelden laten zien. Maar mocht u toch wat meer safari in uw reis willen combineren met het landschap, zou Etosha ook nog een mooie aanvulling kunnen zijn. Mocht u nog graag wat meer informatie willen over reizen door Namibië, belt u me eventjes of stuur me een e-mail. Dan neem ik de mogelijkheden graag met u door. En dan wil ik eventjes aan mijn collega Karin vragen of er nog vragen zijn binnengekomen via de Q&A. Hey Serafien, dankjewel voor de leuke webinar. Er zijn inderdaad een aantal vragen binnengekomen. De eerste vraag is, is het mogelijk om alleen een zelfdrijf te maken zonder binnenlands vluchten? Ja, goede vraag inderdaad. Zeker, dat is mogelijk. Ja, zoals je op de foto eerder kon zien, zijn er verschillende mogelijkheden natuurlijk om door Namibië te reizen. Het is niet het een of het ander, je kunt het ook met elkaar combineren. Ik heb wat meer verteld over een zelfdrijf in het zuiden, maar je zou dat deel ook kunnen vliegen. En bijvoorbeeld de rest van de reis met een auto doen, omdat daar de afstanden wat korter zijn. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Wel belangrijk is dat je genoeg tijd hebt om te reizen als je met de auto door Namibië wil gaan trekken. Dus reken dan ongeveer op 3 weken reistijd. En wil je het wat sneller doen, dan is een vlucht aan te raden. En kun je ongeveer uitgaan van 1 week of 2. Oké, duidelijk. De volgende vraag is, is Namibië ook geschikt om te reizen met kinderen, met kleine kinderen? Ja, alles kan.
Maar ja, het is natuurlijk wel belangrijk om te weten dat die reisafstanden enorm zijn. Het landschap is natuurlijk wel sommige delen vrij eentonig en dat kan voor kinderen wat saai zijn. Zeker het stuk vanuit Windhoek naar de Sossusvlei. Ik vond het heel bijzonder. Maar ik snap als een kind in de auto zit voor 6 uur lang dat het heel erg gaat vervelen. Dus dan zou ik kiezen voor een binnenlandse vlucht. Ja, qua faciliteiten in de kampen, ja, die zijn er. Kinderen kunnen zich daar ook goed voor maken. In het zwembad natuurlijk. Ze hebben ook familiekamers, familietenten. Dus mogelijkheden genoeg. Maar toch denk ik dat oudere kinderen, zo vanaf een jaar of 7, 8, is het een aantrekkelijkere bestemming dan voor de jongere kinderen. Oké, okay, helemaal duidelijk. Dan heb ik de laatste vraag nog. Is het ook mogelijk om een strandafsluiting te doen in Namibië? Ja, inderdaad. Ik snap die vraag. Ik krijg die wel vaker, inderdaad. Het zou natuurlijk heerlijk zijn als je even lekker aan het strand wat kunt afsluiten, genieten. Maar ja, Namibië is niet echt een strandbestemming. Ze hebben natuurlijk een enorme kustlijn aan de Atlantische Oceaan. Maar ja, de zee is erg ruig en koud. Vaak staat er ook een harde wind daar aan die kant van Namibië. Dus ze hebben ook geen strandresorts en zo. Dus nee, het strand afsluiten daar is niet echt aantrekkelijk. Wat ik dan meestal inplan is nog een paar dagen in een mooi resort nabij Windhoek. En daar vlieg je natuurlijk ook weer terug. Ongeveer een uurtje rijden ligt daar een heel mooi resort met villa's, met eigen zwembad. Waar je gewoon heerlijk nog een paar dagjes kunt relaxen. En de mooie ervaringen van de reis in je ook kunt opnemen. Ja. Oké, okay, dat was de laatste vraag. En ik denk dat als er nog verdere vragen zijn, dat ze natuurlijk altijd contact op kunnen nemen met jou. Uiteraard, ja. Ik ben er helemaal klaar voor. Zodra Namibië weer open gaat, organiseer ik weer graag mooie reizen naar deze bestemming. Ja, dan zijn we aan het eind gekomen van deze webinar. Oh, ik probeer heel eventjes mijn laserpointer uit te zetten. Maar de muis reageert niet. Nou. Ja, wat ik u nog graag wil laten zien is een foto van de volgende presentatie. Maar ik kom er met mijn muis niet, helaas. Hij hangt. Met de pijltjes op het toetsenbord? Ja, goede tip. Dank je, Karin. een mooie foto van Japan. Ik wilde u nog even laten weten dat volgende week mijn collega Karin, die u ook hier op de video ziet, een presentatie gaat geven over Japan. Dus op 24 juni en om 12:30, dezelfde tijd als nu, ook ongeveer een half uur tot 3 kwartier. En dan neemt ze u graag mee op een rondreis door deze prachtige bestemming. En dan wil ik u voor nu heel hartelijk bedanken voor uw aandacht. Leuk dat u erbij was. Wilt u het nog eens terugzien, kunt u het altijd even op ons YouTube-kanaal terugkijken. Of eventueel doorsturen, delen met anderen die geïnteresseerd zijn. Dank u wel. Ja, hopelijk tot volgende week. Ja.